Oh mijn god. Welkom bij een nieuwe video. We gaan verder. We hebben weer lekker veel zooi. Het is nu voor ons 21 februari 2020. Ik weet niet wanneer dit geüpload wordt. Ik ga eens met de lighter vliegen, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Zo. We gaan even bungee jumpen. Ray. Het laat niet zo goed in, maar dat maakt niet uit. Yay. Woo! Oké, hier, we gaan zo en rapper. Zo. En dan gaan we weer vliegen zo hier, lekker op de buis. Zo. En we vallen zo dood. Oké, we gaan verder. Deze aflevering hebben wij weer nieuwe dingen. We gaan eerst beginnen met de kleine dingen. Ik heb, ik weet niet of ik dit al eerder heb laten zien. Maar zo niet, ik heb deze berg weggehaald. Als ik het wel heb laten zien, ik heb dit ook weggehaald. Dit heb ik letterlijk net gedaan, dus dat heb ik nooit kunnen laten zien. Erik-Jan, heb jij nog iets speciaals gedaan? Nee. Oh ja, ik heb nog een klein ding. Ik heb dit veranderd in concrete. Dit heb ik veranderd in concrete, behalve de grond natuurlijk, want daar moet je op zitten. Dat is ook... Dus dit is concrete nu. En wat nog meer? Verder weer. Oh ja, warp, niertouw. Ik weet niet of ik... Heb ik dat ooit laten zien? Ik heb botje verplaatst. De warp heb ik verplaatst. Die is nu midden in dit ding. Oké, we hadden trouwens... wat we eigenlijk gedaan hebben is gewoon de dime map geüpdate. Ik heb hier nu een bos neergezet. Hier heb ik een bos neergezet. Een paar boompjes, zo. Anders is het ook zo leeg hier. TP'ers? Het spreekt uit als Newtown. Newtown. TP? Ja, ik ben er. Kijk, hier is een klein bosje. Hier was eerst één boom, dat was deze. En nu zijn het er 1000 miljoen. Wat hier komt is een stad, nog steeds. Ja, dat ben ik nog wel van plan. Wat is er nog meer nieuw? Nou, je ziet het hier. We hebben... Erik-Jan? Wat hebben wij? Nups. Precies, we hebben noobs. Wij hebben recent een plugin gedownload. Echt een van de meest satisfying plugins. En ook een van de meest handige. Ja. Wij hebben de Citizens plugin gedownload. En daarmee kun je NPC's maken. Oftewel mensen die stilstaan of rondlopen in je stad. Ja. En dus nu hebben we een beetje een soldaten gemaakt in inwoners. En dat is echt fucking vet. Boom. Oké, we gaan naar de eerste. Dat is NPC Select 40. Nou, we hebben al NPC TP, want zo moeten we het een beetje gebruiken. We moeten even wachten. Dit is er eentje. Je kan met NPC Equip kan je zooi aan hem geven. Dit is de allereerste NPC. Ja, ik wil even wachten dat hij teleporteert. Moet je even zeggen wanneer? Dan ga ik even een beetje rondkijken. Maar hij had letterlijk perfect getimed. Het was letterlijk het begin van de route. Oh, nou hij loopt dus hierheen. Dan gaat hij over de grond. We gaan ze even allemaal volgen. Het zijn er 15. Ja. Dus als je dit niks aan vindt, nou jammer dan. Dit is een laten zien, een video laten zien. Ja. De routes waar ze langs gaan. En dit is gewoon een beetje om de ambiance van de stad beter te maken. En als je gelijk hier links kijkt, die bewegen toch niet. Hier heb ik twee. Ik had hier armor stance. Ik heb dat veranderd door naar NPC's. Oké. Als je daar naar links kijkt. Oké. Dus dit zijn nu ook twee gastjes die niks doen. Deze gast gaat hierheen. Je ziet waarschijnlijk wel een paar meerdere gastjes. Ja. En, waarschijnlijk hier het meest. Natuurlijk zitten die anderen ook. Nou, hier gaat hier eentje. Deze heeft Erik-Jan geplaatst trouwens. Dus voor zichzelf. Ja. Ik heb er eentje in Forsia geplaatst. Maar dit was meer een test, maar ik heb hem eigenlijk gewoon zo gelaten. Want je ziet dat hij echt heel erg raar beweegt soms. Ja, beweegt raar, maar ja, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat hij het doet. Ja, precies. Ik heb deze trouwens helemaal nog niet gevolgd. Maar hij gaat hier zo meteen naar links, maar daarna gaat hij ook weer terug. En daarna gaat hij ook weer terug. En trouwens, er is een beetje een kleine glitch. Dat is soms een route teleporteren. Ik weet niet of deze dat doet. Nee, deze niet. Dus gaat hierheen en dan gaat hij ook weer terug. Zo. Oh, ja. Soms doen ze ook zo'n rondje. En ze hebben een hekel aan rails. Dat laten we straks ook wel zien aan een bepaalde gastjes. En dan gaat hij weer terug. En zo meteen gaat hij bij de McDonald's en dat is een startplekje. Oké.
Nou, we gaan hem gewoon volgen. Je kunt ook op zo riden. Deze, oh, deze ook. Doe maar niet, want je maakt ze glitchy. Ja, klopt. Je moet niet op ze rijden, want dan gaan ze echt... Dan ga ik ze hier. Als ik nu ga, hier. Ze gaan elk moment, gaan ze gewoon... Moet hij hierheen? Ja, gaat tegen nee, het huis. Nee, hij moet links. Hij zie? Moet linksaf. Dus hij gaat helemaal glitchy zie. Doen. Dus hij, moet, dus... hij moet hierheen. Ah, je kan het wel doen, je kan het wel doen. Je kan ook gewoon ons inspannen of notch. Je kan ja, ook klopt. Gewoon... Hier, wacht, ik ga gewoon... Je kan ook ons inspannen. Create... Oké, okay, hier begint hij weer, toch? Hé! Hey! Kijk, en dan NPC ride. Wacht, wat was het? NPC controllable. Control. Oh, bol, ja. En dan, nee, control. Ja. Kijk, en dan kan je gewoon op hem, zo. Super cool. En ja, dat kunnen we wel eens een keer gebruiken voor als we weer zo'n mini roleplay kunnen doen. Ja, precies. Dus, en, nou ja, deze gast gaat dus hierheen, zo. Oké, okay, dan gaan we naar de tweede gast. Ja, ze kunnen echt best wel hoog springen. Ze kunnen echt voor mij anderhalf blok. Twee bloks. Ze met twee bloks. Wacht, dat gaan we testen. Boom! Dat is meer dan twee bloks, sowieso. Dat is meer dan twee bloks. Dat was echt fucking hoog. Wacht, als het goed is, als, het zou 2,5 zijn als hij hier kan, op kan lopen. Op kan springen, op de fences. Oh shit. Hij kan op de fences springen, dus parcours. Waar is de tweede gast? We gaan even... NPC remove. Oké, okay, your permanent. De remote. Tweede gast is. NPC select 45 TP. NPC TP. Voor mij is dat gewoon deze twee. Ja, dat zijn deze twee, de bewakers. Mm-hmm. Die skippen gewoon. NPC select 50. 50. NPC. Ze zijn wel een beetje glitchy, maar daar kunnen we niks aan doen. Ja, zo, deze is hier. Oh, deze is van mij. Deze heb ik neergezet. Ja. Daar gaan we zo meteen op heen. Want, oké, okay, ik ga wel even de route laten zien waar die langs... Oké, nou ja. Hij gaat zo. Hij begint hier. Hij begint... Wacht, dat laten we zo wel zien. Wacht, we wachten wel even... Waar is die andere gast? NPC select. Ik is nu bij het huis. Step in, maar ik ben 46. NPC TP. Waar begint deze? Die begint echt. Die begint hier volgens mij. Oké, okay, dus volgens mij teleporteert hij terug nu zo. En dan gaat hij. Oké, okay. Ja, daar begint hij. Oh, hier begint hij. Hij gaat hier random om een huis heen. En hier zie je die andere. Oh, is dit hem? Dit is degene van mij. Dit is mijn tweede. Okay. Ze hebben wel een beetje een hekel aan rails zoals je hier ziet. Dus ze willen ditten. Ja, ze gaan een beetje. Voor mij hebben ze niet een hekel aan deze rail, maar in platte rails. Dus ze gaan altijd de eerste, de beste, gaan ze die vinden. Waarom? Ja, geen idee. Zouden we maar mee moeten leven. Oké, okay, deze gaat dus hierheen. Zo. Nee, gaan hierheen. En dan gaat hij zo ook weer terug. Ja, dat was hem. Oh, heeft deze een hele korte route zeker? Ja, dat is een hele korte route. Dat was echt, echt zo'n test. Maar het is gewoon... Die van jou zijn gewoon super lang. Ja, bij mij zijn ze wat langer. Maar ja, bij mij... Oké, okay, die... Bij maar mij is ook bij dit mij is gewoon een voetje ook heel kort. Dus dan wil ik het een beetje eromheen doen. Hier, deze gast hier, hij loopt... om dit huis. We wisten eerst niet waarom, maar dat komt dus omdat hij hier zo'n ding staat, dan kan hij er doorheen. Ja. Ze hebben een hekel aan rails. Waarom weet ik niet, maar ze hebben er hekel aan. Oké, okay, deze gast gaat dan hierheen. En dan teleporteert hij weg. Oké, okay, als het goed is die gast ook hier ergens. Waar is die andere? Ja, oké, okay, nou, hij gaat dus zo, hij begint hier. En dan gaat hij zo, zo, en dan gaat hij hier een beetje omheen. Dan gaat hij hierheen, zo... Dan gaat hij hierheen, zo, 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 zo. En dan zijn we nu bij hem. Hij maakt een rondje. Ik heb er eentje gemaakt met een rondje. Waarom hij dit doet, dat weten we dan weer niet. Dat, is, dat hadden we nooit begrepen. En dit, waarschijnlijk komt dat door de bomen. Hier gaat hij eromheen. Dan gaat hij, ik weet niet wanneer. Ja, gaat hij hier, omdat hier zo'n ding staat. Oké, okay, dit is mijn eerste gastje die ik hier heb neergezet. Dus, een beetje een, hè? En hij was ook wel voor mij wel aardig. Ja, ik heb jou een beetje geholpen, daar ben je helemaal blij. Ik heb jou net geholpen, dus. Ja, oké, okay, dat is wel waar. Maar we moeten binnenkort even die andere vier ook niet zetten. Ja, precies. Want, die andere vier? Ik heb er al vier. Ja, we moeten de vier ook de andere kant op laten lopen. Jij hebt allemaal, ze vijf allemaal niet van jou. Ik had er maar één. Ah. En die deed het niet, dus. Moeten we even opnieuw doen. Dan kunnen we samen wel aan werken binnenkort. Ik heb gewoon klaar. Ja, maar ik dus niet. Oké, okay, nou gaat deze gast dit is heel fijn. Ja, dit is nou heel cool. Alleen jammer dat hij... Wacht. Nou, kijk, hij gaat ook weer langs deze hier. Deze gaat hij ook langs. En dan gaat hij hier weer terug.
Hier, want dit doen ze ook soms. Dit bedoelde ik. Dat doen ze ook heel soms. Dan gaan ze draaien op het rails. Rails zijn een beetje glitchy met NPC's en AI's. Met mobs. Oké, deze gaat gewoon hier. Basically, we gaan binnenkort ook een plugin downloaden, zodat we ook kunnen battelen of zoiets. Dat misschien of zo'n lege video kunnen dat maken. Dat moeten we eigenlijk zo meteen doen, of straks. Of na deze video. Kan wel. Dat we iets van dat doen en iets van een lege battle zo doen. Ja, dan gaan we bijvoorbeeld ik en Erik-Jan tegen elkaar en dan met 10 NPC's of zo. En dan 5 met boos en 5 met zwaard, zoiets. Nee. Want voor mij werkt de AI een beetje hetzelfde als een wolf. Als ik Erik Jasla gaat de soldaten achter hem aan en andersom ook. Ja. Dus voor mij werken ze een beetje hetzelfde AI als wolven. Dus. Of pigmans. Oké, dan gaat hij hierheen. Dit was een vervelend plekje. Hier ging hij te teleporteren, maar dat heb ik gefixt. Dat is ook een hele, die weg is echt heel erg irritant te zeggen, te zetten. Want als je moet per blok moet je aangeven hier, wat er moet lopen, zeg maar. Hier zou die normaal gesproken zou die teleporteren, maar nee, hij blijft hier. Dit is de enige weg waar hij teleporteert, helaas. Oh, en hier. Ja, daar ja, 2 keer teleporteert hij. Oké, we gaan naar de volgende. Ding is, want je moet per blok aangeven waar hij heen moet. Maar soms dan is hij te ver weg en dan moet je hem helemaal, heel irritant. Maar dat zijn ze allemaal in voortje, ja? We hebben 46, 40 en 50 laten zien, toch? Ja. Je hebt 3 soldaten, heb jij toch? Ik heb 3 soldaten, ja. Oké, we gaan nu met de rail. Ik heb 5, precies. Oké, we gaan nu met de minecart. Oké. Ga je mee? Ga mee. Dit hebben we al lang niet meer gedaan op video. Zo. Ik heb heel lang niet meer met deze minecart gegaan. Waarom gaan we via die? Waarom gaan we gewoon niet... Wat? Gewoon de normale manier doen, toch? Gewoon zo. Oh, ja, ik ga achterop. Oké, okay, let's go, bitch! Woo! Ik heb heel lang niet meer gedaan samen zo in deze Minecraft. Yay, we gaan samen weer eens. Dat steeds mensen blijft het ook gewoon echt een van de grootste projecten ooit. Gewoon dat hele Minecraft systeem. Ja, en we zijn nog lang niet klaar. Oh, we gaan... trouwens, dit was helemaal niet de bedoeling. Want ik wou eigenlijk nog een NPC laten zien. Maar Erik-Jan heeft een nieuw spoor gemaakt. Ah ja, richting, klopt. Maltin. Ja. En ik schaam me ervoor. Hoezo? Omdat die fucking lang is. Ja, dus? Dan denk ik van, oh jezus, heb ik zo'n groot land. Hij is echt fucking lang. Nou en? Ja, nou ja. Mijne niet dan, vanaf bijvoorbeeld, vanaf... Maar ik heb ook geen speed, hè, dus... Sandina naar Wanfuji, of naar Tongawa, alsof dat niet groot is. Kill die big! Oké. Not even close. We hadden trouwens geprobeerd om een gastje helemaal vanaf Vosje naar Rantong te lopen. Alleen, dat wil ik wel eens een keer proberen, maar lukt nu niet. Kijk, hier gaat naar Maltin. Gaan we wel straks eens heen. We gaan eerst door. Nee, wat doe je? Ja, nee, ik moet toch eventjes zo. Oké. Dan gaan we. Oh, wat? Nou niet. Oh, thanks. Oh, hè? Stop. Oké, wacht. Er is een glitch hier. Glitch. Ja, ik ga fixen. Waarom? Hoe ga je dit fixen? Oh nee, ik weet niet wat het is. / speed cards set 1 auto. Ja, dit moet je... Ja. Dit ook. Deze ook. En waarom is dit heel bezig? Dat is normaal nooit zo. Weet ik niet. Nog een keer. We gaan hier weer. Minecart. Pam. Pam. Let's go. Maar die gaan. Die zitten er niet heel, bitch. Oh ja, even dat ik jou ook duwde. Oké, we gaan hier zo lekker rustig. Daar heb je hooibalen. Hebben we dat ooit laten zien, dat er hooibalen? Ja, nu wel. Ja, nu wel. Ja, maar kijk voor je, bitch. Ja. Oké. Ik kan wel even deuren. Gaan we de hele weg doen of niet? Waarom niet? Want er zijn 3 dingen dat we moesten laten zien. Maltin, die NPC en een ding bij Vosje. Of bij Wanfuji. Ik kan er nog wel een keertje van met rails. Hebben we dat ooit gedaan in een video? Wat? Gewoon met de rails. Ja, voor mij wel. Wanneer? Hebben we wel een keer het pad gedaan? Dat was lopend. Maar we hebben ooit met een minecart het gedaan. Voor mij hebben we dat wel eens gedaan. Wanneer? Geen boost, tenminste. Weet ik nog. Geen boost. Hier, mooi landschap van Erik-Jan. What the fuck is dat? Oh nee, is gewoon dirt. Oké, lol. Oh, dit vind ik echt een coole plek. Gewoon met een waterval en zo. Super cool. Oké. Koggies. Volgens mij komen we zo iemand tegen. Dit gaat als goed is 8 minuten duren.
de weg duurt 8 minuten. Dit is Frans. Dat is super cool. Frans, we weten namelijk nooit wanneer die komt. Als het goed is, wil ik er 3 doen. Dan doen we er eentje bij Van Fuji. Loopt er eentje rond. En dan doen we er nog eentje ergens random. Zo, dus als we ooit eens survival doen, dan moeten we maar 10 minuten wachten voortaan. Want gaan we dit ooit survival doen? Technisch gezien ja. Ja, maar ik bedoel gewoon de server. Jullie willen dat, maar ik weet niet. Ja, maar ik bedoel, dit is wel een free build server. Ja, nu nog. Maar als het af is... Stel, het is klaar. Vast wel. Dus we moeten even wachten. Dat was dus nummer 2, dat was Frans. Waarom we hebben we genoemd. En waarschijnlijk noemen we wel eens een keer een wandelaar of zo. Heb je dit eigenlijk ooit laten zien? Nou, hij stopt hier en dan gaat hij zo. Zo, ja. Oh! Dat gaat verkeerd. Oké. Hier is mijn coole land. Oh, daar is trouwens ook nog een NPC. Daar. Ja. Jullie zagen hem niet, maar ik zag hem ook niet. Maar daar is wel een gast, dat is het eilandbewaker van mij. En Erik-Jan heeft ook een eilandbewaker. Ze heten gewoon beide eilandbewaker. Nee, ik heb geen eilandbewaker. Nog niet. Nee, nog niet. Op Minos. Dat wou ik niet op Minos. Ik heb het nog niet gedaan. Oh, er is er nog maar 1. Oké. Nou, ik weet niet waarom, maar boeien. Nou ja. We hebben echt een hele grote map. Nou, valt mee. Hij vindt van wel. En ten laatste even random. Als jullie uit Kingdom kijken. Ten eerste. Iedereen ligt echt niet normaal dicht bij elkaar. En Entropia is echt fucking klein. Hallo, vergeleken. Als je nou van Ljord naar je naven gaat. Weet je hoe fucking ver dat is? Ja, dat klopt. Maar naar de tussenin zitten wel allemaal zooi. Ja, nou ja, boeien. Ik zit ook best wel dicht bij Cody, hoor. Ja, ik zit ook best wel dicht bij Rick. En dan hopen dat als we eens een keer een beetje... Als mensen willen joinen, dat ze gewoon een eigen land hebben. Super cool. Dat lijkt me wel heel cool als we gewoon met 40 man, bijvoorbeeld. En dan dat er echt 8 landen zijn. En dan dat we gewoon in een soort Discord zitten of zo, zoiets. Ja, misschien nooit. Nee, sowieso niet, maar boeien. You can dream. Oké, hier is het. Hier is de stad van Das Korea. Oh, het zit altijd in Minecraft, haal ze even weg. Oh, rustig. Wil je ze weghalen, hè? Nee. Je bent altijd zo brutaal, haal ze weg. Nee. Willy? Je hebt wel gedaan. Ja, nou, dat heb ik uit mezelf gedaan. Oké. Okay. Zometeen als je naar rechts kijkt, het gaat nog wel even duren, maar dan zie je iets nieuws wat we hebben gebouwd voor een beetje detail. Rechts? Ja, nee, dat duurt nog even hoor. Ja. We zijn nu nog maar bij Jungoni. Ik zit nog gewoon, ik kijk de hele... Waarom? Ik ben als goed is niet AFK, want ik beweeg de hele tijd zo. Ik ook, ik deed dit hè. En ja, ik stop gewoon de hele tijd mee. Nou, lekker wachten. Als je op de naar rechts krijgt, zie je ook huisjes. Wat? Oh ja, dat klopt. Ja. Het is een beetje een inside dingetje. Je bent zelf een inside dingetje. Heb je jezelf wel eens gezien, man? Nee. Nou, dan moet je eens een keer naar de spiegel gaan en heet je misschien boven. Nou, tegen hier rechts. Er zitten twee random huisjes. Dat ja, als hier. We gaan toch naar de uploaden. Dit is één huis, dat. En daar zit verderop zit er nog één, maar die kan je nog net niet zien bij mij. Dat ik wel. Maar dan gaan we hierheen. Maar ik wil vertellen. Nee, niemand boeit het. Niemand boeit het over die vrouw. Mag ik niet zeggen waarom die huisjes er zijn? Ja, oké, doe maar.
Wij keken het laatste keertje met z'n tweeën van die Nederlandse Minecraft roleplays. Echt van die hele cliché, zeg maar. Van die hele cliché roleplays. Ja, oh, er komt iemand binnen. En dat Hallo. was echt. Oh. Dat was zeg maar altijd. Zat echt in elke roleplay Dank je. zaten clichés. Echt. Elke Kingdom roleplay die we tegenkwamen. Want er zijn heel veel mensen die niet bij de DLG-ding horen die dat deden. Hé, hey, daar heb je dat station-ding. Ja, dit is het station. Gewoon een beetje voor detail. We hebben het gewoon een beetje voor de lol neergezet. Vond Oh nee, weg! het er wel mooi uitzien. Ja. Dus, Ikea En. verveelde zich eens een keer. Toen dacht hij van, ja, leuk, dit maar bouwen. Toen Ja. vroeg hij van, mag ik hem hier neerzetten? Want we hebben het wel vaker gezegd. Wij willen heel veel detail hebben in, tijdens de rit. Zodat wij wat Terwijl mooier deze saai geland hebben. is. Ja, want anders is het een beetje saai. Nou, dat waren dus alle dingen die we konden laten zien. Misschien nog een vierde ding, maar dat denk ik niet. Dat ligt eraan of hij zin heeft om er te zijn. Is hij er? Nee, Volgens ik zag mij hem niet. net. Oh, hier is hij! Wow! Dat Woehoe! is zo cool! Dus hij laat dus wel zelf in. Waarom heb ik daar ook Diamond Armor aan? Ga weg. Dat je equip en dan gaat het ook bij Ja, jou. nou ja, oké. Maar, Zo, en dan hadden wij zo dus een zijn we lekker. parody. En dan hadden we zo'n parody video gemaakt op zo'n Kingdom roleplay en shit. En dan hadden we dan van die hele lelijke huisjes. Ja, we hadden een lelijk huis, slecht bedachte roleplay. Niet gescript. Ik had dus echt zo'n microfoon dat ik deed. En mijn vader praatte er doorheen. Dat was helemaal niet gescript, maar. Regisseren terwijl we bezig waren met filmen. Ja, mijn vader zat letterlijk gewoon te praten. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar ook wel weer wel. Dat was echt best wel grappig. Oké, hier is dus een gast. Hier, die loopt nou net terug. Die gaat hier stoppen. Die teleporteert zo meteen weer terug. Kijk, zo bam! Maar dat maakt niet uit. We gaan nu naar hem toe. We gaan nu naar hem toe. Dit is hem. Hij begint hier. En we gaan hem nu volgen. Het is gewoon omdat ik toevallig deze gast als eerste zag. Oké. Ze gaan wel een beetje. Als ze een beetje stoppen soms, dan komt omdat ze dan een waypoint hebben gedaan. We laten zo wel zien hoe we dat doen, oké? Voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Deurtje staat open. Is niet mooi. Oké, deze gaat bewondert alle mooie dingen van Zegt de VoiceOver, van persoon die mij VoiceOver, altijd van de Fuji. fucking deur openlaat. Oké, dan gaan we hierheen. Ja, soms stopt hij een beetje. Dat is omdat hij dan een waypoint voorbij is. Want bijvoorbeeld, dan moet ik hier een waypoint neerzetten. Hier, dan gaat hij hier ook eentje heen. Zo. Waarom? Er staat hier een blok, maar voor de rest zitten slabs. Nou en? Lelijk. Ja, dat bepaal ik wel of het lelijk is. Oh. Als wij nou dingen van elkaar gaan veranderen omdat het lelijk is, dan ben jij fucked. Want jouw hele land is lelijk. Hahaha! Snap je het? Ik beledig jou. Trouwens, hier liep je ook weer rond. Zo. En dan ging hij weer hier zo. Gigantisch zo. Deze gast gaat best wel random ergens naar plekken Oh, toe. er komt een andere persoon ook, wat De leuk. andere gast is hier ook ergens, ja. Oké, nou, hij loopt. Dit is hem toch? Nee, ja, ik volg hem de hele tijd. John Smith hier? Nee. John Smith, oké, hij gaat hierdoor. Uiteindelijk ga ik wel eens later weer het pad veranderen, maar dan gaat hij alsnog wel terug. Boeit me niet. Gaat hier weer naar rechts, als het goed is. Ja. Dan gaat hij hier zo meteen naar links, volgens mij. Of hij gaat daar verderop naar links. Hij gaat sowieso naar links. Hij gaat sowieso naar links, daar weet ik 100% zeker van. Maar gaat hij nou weer terug? Zo, dan gaat hij hier bij de crafting tables gaat hij naar rechts. Wacht, wat? Nou, oh mijn god! Hij gaat nog een rondje lopen. Wacht. Je kan ook gewoon, trouwens, een fun fact, je kan Game Mode 3 in hem. Dan loopt hij. Ik zit nu in hem. Dus nu kan je zien waar hij heen gaat. Is wel leuk. Het ziet er wel cool uit voor de video, vind ik. Dus, nou, dan gaat hij zo meteen Oh. hierheen. Je zag die gast teleporteren. Dat is Ja. dus een Yeah. glitch. Helaas. Kunnen we dat. Ja, we kunnen het wel fixen, maar dat duurt echt te lang. Dan moeten we dat hele pad weer opnieuw maken. En daar hebben we allemaal helemaal geen zin in. Dus daarom loop ik altijd met mijn boterhamzakjes naar huis. Perfect.
Dus hij gaat dan hier naartoe. En dan gaat hij zo meteen, teleporteert hij weer terug. Ik weet niet wat er gebeurt als ik in hem zit en hij teleporteert terug. Dat heb ik nog niet uitgezocht. Hier loopt hij ook een beetje gewoon rustig. En ze lopen zo lekker recht. Dat vind ik zo leuk aan deze gastjes. Gewoon rustig lopen ze. Lekker hun eigen tempo. Hier, en dan gaat hij naar rechts. Ga weg. Dan gaat hij naar rechts. Naar rechts. Oh, wacht, dan gaat hij helemaal niet naar rechts. Oh ja, nee, natuurlijk. Dat makes sense. Makes sense. I went everywhere for you. I didn't even dare my hair for you. Oké. En dan gaat hij hierheen. En dan gaat hij zo meteen weer weg teleporteren. Maar dat hebben we al gezien. Maar alsnog, ik wil het laten zien. Oké. En hier glitch ik helemaal. Dus, oké. Sick. Oké. En hier is de tweede gast voor mij. Oh nee. Nee, dit is hem. Dit is de tweede gast. We gaan... Hij teleporteert weg. Ik weet niet wanneer hij weg teleporteert. Maar dat gaan we zo meteen... Wie is de tweede guy? De eerste of de tweede? Wat? De tweede, nee, denk deze. Ik. Deze. Nee, dat is de eerste. Deze. Die we net hebben laten zien. Deze gast, ik weet niet waar hij nu naartoe gaat. Maar dat wil ik zo meteen spoilen. Tenzij dit... Wacht, misschien is dit... als hij hier naar voren gaat, dan is het... Nee, dan is het niet die ene gast die daar was. Want die gaat ook naar Ranton. Hier glitcht hij weer een beetje. En ik zit nu in hem. We moeten nu wel even wachten totdat hij even normaal doet. Scheid bitch, rot ding. Hier, hij teleporteert hier. Ik weet niet wat er bij jouw beeld gebeurt. Oké, okay, oh, daar stopt hij. Hij begint voor mij hier. Ja, hier begint hij. Nou ja, hij begint hier en dan gaat hij hier, teleporteert hij daar naartoe. We gaan nu in hem. Dus deze gaat niet zo heel lang. Maar hij gaat wel. Dit heb ik vandaag in elkaar geflanst. Vond ik wel mooi. De cactus glitcht wel een beetje bij mij. Maar maakt niet uit. Gaat hij hier zo meteen naar links. Nu gaat hij naar links. Als hij teleporteert. Teleporteer je dan gewoon met hem mee of niet? Ik teleporteer met hem mee. Als hij helemaal naar de eerste positie gaat. Nee, dan niet. Nee, oké, dan niet. Nou, dan gaat hij hier naar rechts. Kijk, ik wil er wel voor zorgen dat ze bij de hoofdweg zoveel mogelijk liepen. Of lopen. De hoofdweg. Loppen. Lappen met Bowie. Kijk, hier, dit was wel ik het liefste wou dat ze hier gingen lopen. Deze gaat een beetje naar het industrie. Een beetje rondlopen. Even wachten dat hij er voorbij is. Bam. Kunnen we heel leuk Easter eggs maken met NPC's, denk ik. Ja, kan wel. Doen we wel eens een keer. Zo. Oh, hij loopt die trouwens twee keer. Dat is ook zo. Hier gaat hij naar de flats toe. Dat is dan het einde van zijn padje volgens mij. Volgens mij gaat hij tot en met daar. Gaat hij hier teleporteert voor mij ergens terug volgens mij. Toch? Dat deed hij net. Dacht ik. Ja, hier teleporteert hij weg. En dan loopt hij daar weer. Dan zie je hem hier weer lopen. De derde gast is hier. Deze. Hier begint deze gast. Hier begint hij met lopen. Dan gaat hij hierheen. En dan is hij hier. Die hebben we net laten zien. Dit is ook een Wanfuji inwoner. Het is niet een Rantong inwoner. Het is een Wanfuji inwoner. Want hij woont. Of hij loopt naar Rantong toe. Dus het een beetje raar als de inwoner is. Terwijl hij er telkens heen loopt. That didn't make sense in my book. So. I just did it this way. Zo van, kind! Snap je? Ja, ik ga... Oké, deze gast loopt gewoon richting Ranton. Van Sandolas loopt hij naar Ranton. Ja, weet ik veel.
Even rustig wachten. Hij loopt trouwens langs Sandolos. Dat vond ik wel leuk. Of Savanius, sorry. Savanius. Het is 5 uur, lol. En? Nou en? Het is gewoon 5 uur. Het is 21 februari, 5 uur. Toch? Ja. Oké, loopt gewoon niet. Trouwens, hij teleporteerde net, daar kon ik ook niks aan doen. Als het goed is, teleporteerde hij net, ik let er niet op. Oké, dan loopt hij hierheen. Ah, teleporteren. Hier teleporteert hij trouwens ook. En dan loopt hij hier door. Rustig naar. Je glitst een beetje de map, maar dat komt omdat je in spectator zit, dus dat laat niet in. Maar dat is dus de map daar rechts. Dus je op tab hier gaat hij als goed is naar. Zoals als je tab ingedrukt houdt, zie je hem ook op de playlist. Ja, klopt. Dat is soms zo. Hier gaat hij naar links voor mij. Oh nee, hier gaat hij naar links. Wacht, als je wacht hier. Als je tab doet. Wacht, wat? Hij gaat naar rechts. Ik weet niet meer waar deze gast naartoe gaat. Cool. Oh ja, nee, ik weet het al wat hij doet. Hij gaat hier zo meteen naar rechts en dan gaat hij. Wacht hier. Elk moment zie je, even voor een seconde zie je die gast. Ja, hier zag je het weer. Voor mij is dat telkens als een draaimaker, dus. Ja, hier deed hij dat echt als een dikke draaimaker. Gewoon nu. Oh, ook niet. Oké. Okay. Oh, ik zag er twee. Omdat ze een beetje een entity zijn als een human, maar ook weer niet. Ik weet niet wanneer ze het doen, maar ik let ook niet zo goed op. Maar elk moment zie je ze wel een beetje verschijnen en verdwijnen. Oké, hier loopt hij gewoon naar voren. Ja, daar was hij weer. Loopt hij naar voren, links. En dan loopt hij weer. En dan gaat hij hier naar rechts volgens mij. Ja, dan gaat hij hier naar rechts. Volgens mij. Boom. En dan gaat hij hier, ja dit is een beetje raar, hij loopt een beetje raar, maar hij gaat weer naar links. En hier teleporteert hij. Helaas, dat vond ik jammer. Maar ja, ik ga het geen zin om alles weer te veranderen. Want hij is helemaal van Sandolos en dat is best wel ver, vind ik. Dus hier teleporteerde hij voor mij ook een keertje nog. Of hij heeft net geteleporteerd, ik keek even net weg. Oh, ik teleporteerde net. Ja, oké. Okay. Nou, hier gaat hij naar rechts. Langs het theater. Of, wat was het nou? Discotheek? Dat was het. Ja, discotheek. En dan hier, dit is de last waypoint waar die nu naartoe gaat. Waarom? Omdat hier komen we toch nooit. Dus dan lijkt het een beetje. Hier teleporteert hij weer terug naar Sandolos. Bam. We komen toch nooit. Ja, hier is hij nu. En dan gaat hij. Hier begint hij blijkbaar, maar ik had hem daarin gesteld. Waarom weet ik niet. We hebben er nog 4. Als het goed is. Kijken. We hebben die gehad, die gehad, die gehad, die gehad, die gehad, die gehad. Die gehad, die gehad, die gehad, die gehad. 4 hebben we gehad, toch? 4 inwoners. Ja, we hebben er eentje van Sandolos. Hier wonen dit. Wat is die derde? Hey, wat is die vierde dan? Wacht, huh? NPC select. Doe even 73. NPC TP. Deze gaat. Oké, dat is duidelijk. Dat is gewoon normale. 75 is. Oké, dat is ook gewoon een normale gast. Ik ga dan nu naar. Wacht even. 65 is. NPC select. 65. NPC TP. Dit is het. Hè? Oh, natuurlijk. Ja, deze gast. Dat ben ik helemaal vergeten. Hier loopt er nu ook eentje. We wachten even totdat. Bij de Flatland Villagers, ja. Bij de woonwijk. We gaan even wachten tot die gast klaar is met wandelen. Nog steeds vind ik het fucking leuk dat er zijn. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind echt niks aan. Voor mij gaat hij tot en met hier. Voor mij gaat hij hier weer terug. Ja, precies. Waar hij begint, weet ik niet meer. Voor mij gewoon. Hier begint hij voor mij. Dan teleporteert hij gelijk door. We gaan gelijk proberen in hem te gaan. Kijk, dan loopt hij hier. Langs alle gastjes.
Er zijn trouwens niet alle Flatfoot villages. Er zijn natuurlijk echt 1000 verschillende villages. Maar deze gast loopt een beetje rot. Papzak. Ik had de namen zien. Papzak liep ik naast. Voor mij ook. Liep ik zojuist langs Jan Smit? Ik zweer, ik liep net langs Jan Smit. Voor mij liep ik langs Jan Smit. In de toys. Bij Papzak in de buurt is Jan Smit. Waar is Papzak? Ja, weet ik niet. Het is een paarse gast. Koos. Oké, deze gast loopt dan hierheen. Dan gaat hij hier naar links. De Papzak. Papzak is hier. Ik, voor mij liep Jan Smit daar langs. What the fuck, Jan Smit? Ernie? Ik zou straks wel terugkijken. Het is 35 minuten. Zet even in de chat 35:41. Peter. Pieter. En Erik Jan. Ik vind het echt leuk om langs die villages te gaan. Ik voel me denken aan een trein of zo. Oké, dat was raar. Hier gaat hij gewoon weer naar rechts. Kijken of hier weer een geselecteerde zooitje is. Kom op. Is er een naam? We zien jullie mensen, als jullie weten waarom sommigen nabebben en sommigen niet kijken, deel 9. Wat was het? Deel 9? Moet je even kijken. Kijk jij dan even? Voor mij 16. Ik gok 16. 9. Zij was het dag voor de oorlog met. Hoe heet die guys? Nee. Ja, voor de oorlog, ja. En dat was deel 12. Dan is het 11. Oké, en hier stopt hij volgens mij. Hier gaat hij naar rechts. Had je trouwens de serie al gerenamed? Nee, heb ik nog niet gedaan. Doe ik straks. Of dat ik later een andere keer wel even. Ik heb er even helemaal geen zin in. Ik moet eerst die video natuurlijk even vinden. Hier kon hij niet met de deur, dus hier is hij gewoon weer terug. Teleporteerd. Zo, het is letterlijk deel 11, de aflevering voor de oorlog. Letterlijk de dat is wel gelijk. Basically, kijk aflevering 11 als je wil weten waarom sommige namen en sommige niet. Oké, en hier stopt hij dan, de bitch. Even maar stop. Dat, en er zijn trouwens 4 diamond blocks hier. De reden daarvoor is om indicaten waar de inwoners of de soldaten zijn. Want ik heb 4 soldaten, daar hadden we dus net over, in mijn land. Yep. En hier staat er eentje stil. Hallo? Oh ja, natuurlijk. Ik heb die natuurlijk geen. Ik denk dat die van hem. Is dat die van mij? Maar ik heb er 4 gedaan. Select. Rick is er een beetje gerichtsquit. NPC remove. Die kan weg. We gaan even naar de 1 van de 4. Want hij is als goed. Heb je de 3 of 4 gespaand? Ik heb de 4. Ik was klaar met mijne. Fuck off. Heb je ook deze gedaan? Ik was klaar? Natuurlijk al. Ik had een 4. Wacht, heb je ook vanaf deze gedaan? Nee, maar ik heb er 3. Ja, dat dacht ik al. Oké, we gaan eerst naar deze. Deze is de diamond block, dus jij volgt hem maar even, dan ga ik zo meteen. Waar is die diamond block van hem? Zeg even wanneer die geteleporteerd is. Oh, nevermind, ik ben er al. Ik weet niet waar die is. Oh, hier is hij. Hij is zo bijna geteleporteerd, dus bijna bij de diamond block. Oké. Als het goed is hij geteleporteerd. Ik zag net zo'n gast ook terug teleporteren, maar ik weet niet waar. Maar waarschijnlijk is hij al lang verder. Dan is hij te goed, hè? Hier is hij gewoon, hier is hij. Wees? Nee. Ik heb hem hier. Oké, hij begint hier, loopt daar naartoe. Waarschijnlijk teleporteert hij een beetje in het begin. Dat doen de meeste soldaten. Ze hebben trouwens bogen, want waarom zou je een zwaard hebben in een muur? Ze gaan hierheen. Zo lekker naar rechts. Ze gaan een beetje omlopen. Ja, dit zijn bewakers, dus don't fuck with Ranton. 4 soldaten. Het worden er 8. 4. Kijk, bijvoorbeeld.
hun gaan zo lopen, zo. Hoe ik nu loop, gaan hun ook. Maar er gaan ook vier zo, dus die gaan ook de andere kant op lopen. Ik ben benieuwd, hoe heb jij dit gedaan? Ik ben nou echt heel benieuwd. Oh, je hebt gewoon alle blokken geselecteerd? Nee. Wat heb je dan gedaan? Ik heb gewoon random blokken in dat stukje geselecteerd. Zo meteen is het een beetje raar, dan gaat hij op de blok lopen of zo. Dat is echt heel raar dit. Oké, hier dan loopt hij zo. Maar ja, we hebben dus nu dit. Hier gaat hij even heel raar doen. Maakt niet uit. Oh ja, dit is ook nieuw. Ik heb hier even een oké. Okay. Ja, dat fix ik zo wel. Of dat laat ik zo wel zien. Dit is onnodig. En nu gaat hij verder. Hij loopt verder, je weet wat hij bedoelt. Ik heb dit even veranderd, want blijkbaar stopte hij hier en ging hij hier weer door. Dus ik heb het even een beetje hier een nieuwe trap gemaakt. Ziet er misschien een beetje raar uit. Je kan hier voor mij wel zien dat... nee, ik kan het niet zien. Maar hij gaat hier ondertussen door. Dit is voor de mensen die het interessant vinden waar die gasten heen gaan, zoals ik. Ik vind dat waarschijnlijk over een paar maanden wel interessant om naar te kijken. Zo, daar gaan ze hierheen. Bim, 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 bim. Die hele beeld is raar. Bim, 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 bim. Ja, vanaf mij ziet het er wel oké uit, dus. Ja, bij mij niet. Bij mij is het gewoon... Maar basically is een beetje voor de... Gewoon een beetje... We gaan nooit echt waarschijnlijk oorlogen doen of zo. Het is gewoon voor de leuk. Voor de ambiance. Ja, precies. En voor de bescherming van... Van Wafuji. Deze 8 gasten, het zijn er nu 4, maar het worden de 8, het zijn degenen die het land moeten verdedigen. En dat gaat ook gebeuren. Jezus. Waarom regent het altijd? Waarom doet deze gast zo lang over? Ja, de derde route is al fucking lang. Nou, en daar is de diamond block. Dus tot zover gaat hij. En dan gaat er ook eentje vanaf die diamond block naar die andere. Van deze diamond block die je nu ziet. Nu. Of zag. Ja, daar. Die diamond block gaat er dan naar die ene waar die begon. Dan gaat hij de andere kant op. Nou, en dan so far, dan gaat hij hier. Dan gaat er eentje binnenkort, want deze is nog niet af. Gaat hij daar deze, gaat hij zo, gaat hij gewoon hier lopen. Zo, 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 zo. Kijk, en dan stopt hij hier. En dan gaat er eentje, loopt er dan als het goed is ergens, loopt hij hier eentje vanaf die diamondblok naar... deze diamondblok, waar die gast nou is, weet ik niet, maar... Waar is die gast? Waar is die gast? Waar is die wel gast? Hé? Oh, hij is hier. Oké. Okay. En dan gaat hij dus van die diamondblok naar... deze. En dan is er ook eentje die gaat zo... Dit is trouwens ook gewoon gefixt. Ze kunnen hier gewoon tot de trap lopen. En hier... en die gasten gaat van die diamondblok naar met deze, ja, en dan die, enzovoort, enzovoort. Even kijken, waar is zo'n gast? Ja, hier, we gaan nu zien hoe die de trap oplaat. Hier, hij loopt gewoon rustig de trap op. Zo, hij maakt gewoon rustige draai, dus hij kan gewoon de trap op. En dan gaat hij zo weer verder. Dus dat zijn ze voor mij allemaal. Oh nee, we hebben er nog eentje. We hebben nou alles van de linkerkant gehad, behalve de eilandbewaker.
Van de rechterkant ook. Dus we gaan naar NPC Select. Select 59. NPC TP. We gaan naar deze eiland bewaken. Ik weet niet waar die nu is. Oké, blijkbaar staat hij hier stil. Dat maakt no sense, want ik heb hem helemaal niet laten beginnen. Voor mij moet hij gewoon ingeladen worden. Waar heb ik hem ook weer neergezet? Oh ja, hier begint hij. Volgens mij, hier begint hij. En hier loopt hij dan. Hier moet ik ook even binnenkort armor geven. Nou, deze gast gaat gewoon zo. Rustig het eiland rond. Zo. Je teleporteert die natuurlijk. Waarom die dat doet, geen idee, maar boeien. Oh mijn god! Wacht, wat? Ah! Wat? Help! Invasion, nee, mijn villagers! Ah! Nee! Pak ze, Erika. Pak ze. Dat was cool. Dat is zo'n... hoe heet dat? Zombie invasion. Hoe heet dat? Ja, vroeger... Nu nog steeds volgens mij... Kunnen soms random zombies spawnen in een village. Ziet hij dit dan als een village? Ja. Ik heb ook wel eens in Forza, ja, daar zitten ook wel eens random zombies en dan denk ik van the fuck. Ja, bij mij niet, want ik heb echt 1000 van die, Waar is hij nou? Nee, maar niet uit, hij loopt zo, loopt hij. Ik weet niet waar die gast nou naartoe is, maar hij is hier en dan loopt hij hier. En dit was jammer, ik wou hem hier laten rondlopen, maar dat doet hij dus niet. Dus dat is jammer. Game 3, we gaan gewoon weer lekker in hem. Hier kan. We gaan lekker in hem. Waarschijnlijk komt het door die rails dat hij niet wilt. Langs dat ding wilt. Naar het eiland. Door de rails. Heel jammer. Ach ja. Hij gaat nou gewoon weer terug. En dan... volgens mij gaat hij gewoon hier weer terug. Elk moment. Kom op. Chop chop. Chop chop. Chop chop. Shit. Character. Iron Golem. Maar daarom zeg ik ook van... Oh, hier teleporteert hij weer terug. En als het goed is, is dit zijn begin. Oh nee, toch niet. Wat ik dus zeg... van als hij het rekent als een village... Dat makes sense, want... Hij maakt ook Iron Golems. Ik heb hier 0 Iron Golems gespand. Er zijn hier 2, dus... dat klopt inderdaad. Dat hij... dat een village is. Dus dat is leuk om te weten. Hier een koe. Die koe heb ik helemaal niet gespand hier, dus dat is wel grappig. Zo. Gaat hij hier zo meteen. Dit is het einde van zijn pad en dan gaat hij ook gelijk door. Oh nee, toch niet. Oké, ik weet niet waar zijn begin was, maar maakt niet uit. Het is voor mij een cirkel, dus dat. We hebben voor mij iedereen nu laten zien. Ja. Ik denk dat ik hier ook 2 laat rondlopen. 2 van die gasten. Of zou ik er 1 doen? Rond deze muur. Van Go Go Go. Nou, dan kun je er ook wel 2 doen, toch? Ja, I guess. Ik denk dat dat wel doe. En dan... ja, dit was het, denk ik. Volgens mij hebben we alles laten zien. Heb jij nog iets? Nee. Nee? Oké. Nou, waar zit de video? Hopla van hier, supergezellig, 49 minuten, supergezellig. Oké, dit was het, doei! Doei mensen, doei! Pemjengen!